Het RTLZ-beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters. De komende weken zie je hier de serie Hoe beleg jij? Succesvolle beleggers die hun kennis delen op internet, die laten ook bij ons zien hoe ze beleggen. Met vandaag Rabi Safi, online beter bekend als Ed de Belegger. Goeiedag. Kom lekker binnen. Gaaf dat jullie er zijn. Mijn naam is Rabi, 30 jaar. En ik denk dat de meeste mensen me kennen van de podcast, het YouTube-kanaal en Instagram-account De Belegger. Daar deel ik eigenlijk alles wat mij bezighoudt omtrent beleggen. Vooral de manier waarop ik het doe, de strategie die ik uitvoer. En ik deel daar ook mijn portefeuille bij, zodat mensen gewoon kunnen zien dat je best wel een vermogen kan opbouwen met beleggen op de lange termijn. Mijn totale strategie is een gedeelte heel veilig zitten, vooral in goed gespreide wereldwijde ETF's. Waarbij je weet dat het bedrag, dat de kans heel klein is dat we naar nul gaan. Tenzij Poetin een nucleaire bom op Europa dropt, zou het heel moeilijk naar nul kunnen gaan. Want je hebt de allergrootste bedrijven ter wereld goed gespreid in je portefeuille zitten. Dat gedeelte zit veilig. Dat gedeelte, daar zit ik vrijwel nooit aan. Het gedeelte waar ik wel wat vaker aan zit, waar ik niet proactief mee handel, maar wel regelmatig naar kijk en waar ik vooral mee bezig ben en wat ik ook op mijn kanaal deel. Dat zijn vooral snel groeiende techbedrijven die serieus de wereld veranderen. Die heel veel innovatie met zich meebrengen. En waarvan je weet dat ze ook een redelijke prijs hebben op dit moment. Dus bedrijven die ik bijvoorbeeld heb gekocht jaren geleden. Shopify is daar een goed voorbeeld van. Die heb ik voor 70 per aandeel gekocht. Op dit moment is geloof ik zo'n 700 per aandeel. Op zijn allerhoogste is die op 1600 per aandeel geweest. Dus best wel flinke rendementen mee geboekt. Een ander bedrijf is Nvidia, de chipmaker. Heel bekend. Achteraf gezien zou iedereen hem willen kopen, maar ik heb het geluk gehad dat ik hem 5 jaar geleden bijvoorbeeld heb gekocht. AMD, precies hetzelfde geval. Microsoft, noem ze maar op. Dus echt snelgroeiende techbedrijven die iets serieus fundamenteel anders doen en ook gewoon heel hard en heel snel groeien daardoor. In het begin had ik eigenlijk geen doel. Ik had geen idee wat ik ook aan het doen was, dus ik was een beetje aan het spelen. Ik heb heel veel risico genomen ook in het begin, dus heel veel geld kwijtgeraakt. Turbo's, printers, noem ze maar op, hefboompjes, CFD's, Forex, allerlei onzin uitgeprobeerd die gewoon niet werkte. Totdat ik een heel specifieke strategie ontdekte en dat is de Peter Lynch en Warren Buffett methode. En vanaf daar is alles wel heel goed gegaan en ben ik weer meer echt een plan gaan bedenken en op de lange termijn gefocust in plaats van heel snel en heel op korte termijn heel rijk te worden. Dus mijn doel heb ik al bereikt. Mijn doel was financieel onafhankelijk worden. In principe ben ik dat de komende jaren, dus dat is redelijk gelukt. Maar ik ben redelijk ambitieus, dus met mijn openbare portefeuille wil ik op zijn minst de 2,5 miljoen kunnen aantikken. Eén ding wat Peter Lynch bijvoorbeeld heel zegt, is je kan in dit vak, in het beleggen, in het investeren over het algemeen, kan je niet 9 van de 10 keer gelijk hebben. Vaak, als je het goed doet, heb je 6 of 7 van de 10 keer gelijk, weet je wel. Dus die andere 3, andere 4 zijn beleggingen die niet lukken. Als je je psychologie goed op orde hebt en je kan, je bent financieel veilig, bijvoorbeeld laten we zeggen er gebeurt iets in Oekraïne of we hebben te kampen met torenhoge inflatie voor een jaar of 2. Als je financieel gezond aan elkaar zit, je kan het uitzingen. En je hebt de juiste onderzoek gedaan, de juiste bedrijven gekozen en de juiste strategie gekozen, dan hoef je eigenlijk als belegger heel weinig tot niets te doen. En dat is heel erg moeilijk voor meeste mensen. Dus als je dat goed kan krijgen, niets doen, terwijl er van alles nog wat in de wereld aan de hand is, dan ben je een goede belegger.